Hallo, ik ga zo niet op tegen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Roes van Brood en Drenksleden. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag in ieder geval even alles een beetje afmaken waar we mee bezig zijn. Nou ja, sowieso woodcutting wil ik in ieder geval vandaag level 30 halen. En als ik daarna nog tijd over heb, dan ga ik nog eventjes mijn mining ook nog eventjes omhoog proberen te trainen. Dus ja, ik hoef dus nog maar 2000 XP en dan moet ik nog 10.000 XP voor mining, maar dat zal wel goed komen. Want ik wil namelijk wel de Beneath Cursed Tides, wil ik eventjes gaan halen. Dus vanwege dat ik dat wil gaan doen. En wanneer we die quest ooit eens een keer hebben gehaald, dan kunnen we namelijk weer gewoon eventjes naar een plekje om te trainen en alles. Dan kunnen we weer even een beetje combat halen. Want ik wil die echt wel richting de 50 hebben. En nou ja. Oh ja, we hebben ook nog die trashfruitkies. Die moet ik ook nog eventjes zodat ik een keer open of zo. Maar dat komt zo wel. Zo. Oh, dat is eigenlijk wel fijn. Als de ene ook olie gehakt, dan gaat de andere alweer gelijk groeien. Fijn. Dat scheelt enorm. Hoppakee, dan kunnen we hierheen. Want hier is ook behoorlijk dichtbij een bank, maar ik kan het natuurlijk later die lok zo wel een keer gebruiken om misschien een keer Firemaking XP te krijgen of zo, of iets in die richting. Moet ik maar eens even zien. Cooked chicken. Oh, dit is level 76. Lekker. Hoppa, level 29 woodcutting. Eén level zit te gaan. Ietsjes meer dan 1000 XP, maar gelukkig hak je dit ook bij zo snel. Zoals ik het nou zie. Oh nee, voordat ik dat doe, even de treasure keys. Oh ja, deze die kan ik ook nog openen. Oh, die heb ik allemaal nog niet geopend. Dan hebben we gelijk dit ook kapot gehaald. Dat is gewoon gelijk alvast even allemaal een beetje openen. Tot de dag dat we vandaag zitten. Dat is de 14e van december. Zien. Hydra lamps. Oké. Duizend proteïne planken. Niet dat ik daar veel aan heb, maar oké. Oké. Oh ja, deze dingen die kun je ook nog gebruiken, ja. Krijg je ook weer items van. Spirit Onyx, wat? Even zien, alle stars even een beetje gebruiken en dan divination of zo. Oké. Nou, ik gooi deze wel gewoon eventjes op prayer. Want die wil ik ook wel een beetje omhoog hebben. Dat is op zich wel handig. Deze gooi wel op mining of zo. Nee. Dit is ook makkelijk om XP te krijgen. Prayer mining.
Die doen smoldering lamp. Ook wel weer op Preya, want Preya, dat moeten we echt wel hard op moeten hebben. Deze kon ook wel oké. Maar ja, die Crispet Blood Piata, daar krijg je ook altijd wel shit van. Nog een fris vette lamp, ja natuurlijk. Komt er maar weer door. Dat is echt heerlijk, damn. Nou, dan gooi ik gewoon daar allemaal bij. Lost try. Another slice of ham. Dat is wel komisch eigenlijk. Maar dan hebben we in ieder geval zo'n prayer ook al behoorlijk hoog. Want ik moet dan een 37 hebben, dus op zich komt het al wel heel goed uit. Dus ik moet dan, ja, binnenkort over een weekje of zo, moet ik dan eigenlijk weer die treasure dingen even allemaal pakken. Oh ja! God, vergeet juist precies dit. Is niet handig. Nog een ancient relic. Sure. Gewoon op de grond. Nee, volle star. Nice. Oeh. Oké, wat zit daar nog in? Cool. Nou, die banken wel mooi. Gooi ik op Divination. Deze gooi ik daar bij. Dit. Smash. Ah, nog weer Divination ding. En nog wel money. Nou, top. We kunnen nu in ieder geval wel zeggen dat we al gelijk wat XP levels omhoog zijn gegaan. 2 levels met mining. En dan volgens mij iets van 4 of 5 levels aan een prayer. Want ik ga ook gewoon, ik denk. Even zien. Ja, cooking, dat wil ik ook nog een keertje omhoog hebben. Naar level 30. Want volgens mij heb ik dat ook nodig voor de quest. En dat is op zich niet zo moeilijk. Dus dat scheelt. Nou, we zitten nu al halverwege. Ik ga ze ook alvast even gelijk kijken waar ik het beste dan kan gaan minen. Even zien. Mining. Free to play. RS3. Oh, daar is de bom alweer weg. Top. Free to play mining. Ja. Nou, ik moet even de website weer laden. Zoals gewoon. Methodisch. Nee, die useful equipment, dat heb ik nodig. Iron ore. Dat is misschien wel een idee. Ja, 30 mining is op zich niet zo heel lastig om te halen. Dat scheelt wel enorm. Nou, gelijk nog even een stukje ores halen hiervan. Thank you.
dit klaar hebben. Naar vallen ook. Nou, woodcutting en volgende. We kunnen dus willow trees gaan hakken, maar dat is op het moment niet echt van belang. And away we go. Create a target. Die heb ik natuurlijk allemaal niet meer nodig. Ja, is one of the requirements for Beneath Cursed Tides. En nu op met mining. Daar hebben we 10.000 XP voor nodig. Het is op zich niet heel moeilijk op te halen. Het is gewoon... ja... tijd-eisend eigenlijk. Je moet er veel tijd voor insteken. Oh ja, die scorpions die kunnen we hier ook wel aanvallen. Klopt. Die king scorpions, ja. Ah, is gewoon goede gelijke training. 2-1! Oh, die gast heeft ook nog een topscore. Die daar linksbovenin. Ah, die lul van gaat nu liever. Oké, ik heb zo te zien ook een betere pickaxe nodig. Ik heb wel een hele bagger. Pickaxe. Ja, met level 21 dan kan ik een mid-roll pickaxe. Ga ik daar wel voor. Kom goed. Even zien. Ga ik gewoon even kijken hoeveel ik eigenlijk nodig heb. Want hoeveel geeft eentje nou? Ik heb nu... even zien. 35 XP was het? Ja, oké. 10.009. Delen door 35. 285 keer iron ore nodig. En het zou fijn zijn als hij even opbokken. Dat is ook wel best goed voor mijn XP. Het zal misschien niet zoveel opleveren, maar ieder beetje helpt.
Hoppa, level 18. Hey, 4 op een paal of zo. Hier, Billy Bear aan. Auw. Oh, dit gaat eigenlijk behoorlijk snel. Vooral die lagere levels. Oh my god. Nou, kom maar hier. Net weer een scheepje. Ook weer dood. Gewoon gelijk weer verder met minen. Zo. Hey. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik wel een keer weer. Later.